Philippe Guillaume is 21 jaar en heeft een bedrijf dat smartphones repareert. Het begon echt gewoon heel rustig in mijn eigen kamertje. Mijn eigen smartphone is opengeschroefd, toen voor een paar vrienden gedaan en op internet neergezet. En zo is het eigenlijk gaan doorgroeien. Goedemiddag, Smartphone Point, u spreekt met Nienke. Inmiddels heeft Philippe een secretaresse en een reparateur in dienst. En hij heeft een splinternieuw kantoorpand in Vught. De zaken gaan goed in huize Guillaume. Harm van Rooij is 20 jaar en heeft een webwinkel in Koksmessen. Mensen zoeken via Google bepaalde producten, komen hopelijk bij mij terecht en op die manier verkoop ik het. Dit zijn schilmesjes. Eigenlijk de beste schilmesjes die nog gemaakt worden. Ze worden nog met de hand gemaakt in Duitsland. Dus echt alleen maar handwerk. Nee, net zoals ze 100 jaar geleden ook nog deden. Het idee van de jonge ondernemers is hetzelfde als dat van hun oudere vakbroeders. Ze hebben ergens verstand van en gaan het vervolgens verkopen. Het verschil zit hem in de manier waarop. Tegenwoordig draait het in het bedrijfsleven niet meer om mond-tot-mond reclame. Internet en social media lijken de sleutelwoorden voor de jonge ondernemers. Maar een grootste voordeel is ook meteen een grootste valkuil. Jongeren zeggen van of denken van, nou, wij hebben als groep, als studentenonderneming, zijn wij heel actief op social media. Dus het komt allemaal wel goed. En dat is meteen ook een van de struikelblokken van een Facebookpagina maken of een websitepagina maken. Dan is men er nog niet. Philippe en Harm zijn er ook nog niet, maar ze zijn in elk geval op de goede weg. Ik hoor wel veel van leeftijdsgenoten of vrienden. Dat ze toch wel leuk vinden dat iemand toch wel die stap durft te nemen. Dus op die manier ben je dan toch wel trots op jezelf, om het zo te noemen. Nooit spijt van gehad? Nee, daar absoluut niet.